Hallo daar en leuk dat je luistert naar F1 Spoiler Alert. Deze aflevering is, zoals je misschien wel hebt gezien, een herhaling van een eerdere show over de Netflix documentaire Drive to Survive. In aanloop van het derde seizoen van die serie zijn we de tweede seizoen nog eens aan het terugkijken en delen we onze reviews van vorig jaar. Wil je meer F1 Spoiler Alert content? Dan kun je ons natuurlijk altijd volgen via Twitter op F1 Spoiler Alert of lid worden van onze Telegram groep door te zoeken naar F1 Spoiler Alert chat. Binnenkort trappen we het vijfde seizoen van onze show af. Het ja, wordt natuurlijk een feestje weer om te gaan maken. <laughs> Wil je ons helpen om in dat vijfde seizoen nog meer mensen kennis te laten maken. met de leukste F1-podcast van Nederland? Laat dan een review achter of deel onze podcast met je vrienden en familie. Veel plezier met deze repost van F1 Spoiler Alert. Hey, hallo, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Een speciale aflevering, mag ik wel zeggen, want we. Doen een review van de nieuwe Netflix-serie Formula One Drive to Survive. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Johan. Hé, hey, daar ben ik weer. En we gaan het hebben over aflevering 2. Ben, ben ik nog steeds, net als bekijkt. We zijn er klaar voor. Je bent niet even... Even weggedut. Uh, Game ik... of Thrones gaan kijken. <laughs> zo. Nee, okay. Even een andere leuke docu-serie gaan kijken, nee. Aflevering 2, Drive to Survive. Ja. Was een thema-aflevering, kunnen we wel stellen. <laughs> Een thema-aflevering voor de fans, de hardcore-fans, van niemand minder dan Gunther Steiner. <laughs> Gunther fucking Steiner. Ja, Gunther fucking Steiner. <laughs> uh, nee, ja, aflevering 2 van Drivers 5 ging in zijn geheel over Team Haas. Ja. En de struggles die zij in uh, 2019 hebben meegemaakt. Dat zeg je een goed, Marjolein, De struggles. Ja, de toch? leidensweg inderdaad. Ja, het is wel echt oh, een leidensweg. Man. Het is wel heel mooi geframed, moet ik zeggen. Want de aflevering begint natuurlijk met de onthulling van de auto. En alles is helemaal topjop. Ja. In Australië presteren zij best oké. Okay. Best of the rest, soort van. Ja, ja. Uh, pakken ze meteen acht punten. Ja. Uh, Grosjean valt uit, maar Magnussen die pakt daar meteen de punten. Ehm... Um, ja, en daarna gaat alles down the drain. Zo there, van, uh, downhill, yeah. ja. en dat brengt dus wel heel mooi. In het begin van de aflevering framed dat heel mooi. We zien ook even heel kort uh, Rich Energy in beeld. En de CEO, 60 yeah. miljoen dollar yeah. investering die zij doen. Tussen, tussen, tussen quotes, quotes. Ja, ja precies. Ja, ja. precies. Uh, dus ja, in het begin van het seizoen is het allemaal koek en ei. En dit is natuurlijk wel waar we het vorige aflevering ook al over hadden. Hoe bouw je zo'n verhaal op? En dat is door... Oh ja, door, hè, door een thema te pakken. En het thema is de The fall from riches van de top. En laten we niet vergeten dat Rich of uh, Rich Energy dat Haas in 2018 natuurlijk gewoon een fantastisch seizoen had gehad. Absoluut. Uh, ja, en we zien gewoon hoe een team helemaal uh, door het ijs zakt. Onder maskers wordt. Ja, het he? ook wel een beetje, um, uh, ik zou bijna willen zeggen, ontleed wordt uh, als je het hebt over de framing. Mm -hmm. Omdat we eigenlijk gelijk aan het begin van de aflevering al te horen krijgen dat natuurlijk Haas, een, uh, het is een, uh, het is een uh, uh, gekocht team om het zo maar even te zeggen. Ja. Het is geen team wat vanuit intrinsieke motivatie auto's bouwt. Uh, zoals Mercedes of, of een uh, Ferrari dat natuurlijk wel doen. Mm -hmm. uh, en ook zelfs hè, Williams en, uh, en McLaren zijn teams die natuurlijk zelf heel veel bouwen aan de auto. Heel veel innovaties zelf bedenken en zelf ontwikkelen. Uh, Renault, om uh, het even bij te noemen. En, maar dat is natuurlijk voor Haas niet zo. Haas koopt heel veel onderdelen. Um, eigenlijk is die hele auto bij elkaar gekocht. En dat wordt aan het begin van de aflevering al even duidelijk gemaakt. Voor luister. Dit is een ander team dan andere teams op de grid. Het is een, een gekocht team. En daarmee voel je al een beetje aan je water aan waar deze aflevering natuurlijk heen gaat. Want. Los van die, die titelsponsor, heeft Haas natuurlijk echt een achtbaanseizoen gehad. Echt. Ja, aan het begin van het seizoen hebben ze een redelijk nou ja, euh, ambitieus doelstelling. Ze zijn vijfde geworden in 2018. Dus de doelstelling is vierde of hoger. Ja. Daarmee beginnen ze. In Melbourne. Je kunt de lat voor jezelf leggen. Ja. Of je kunt hem zeg maar gewoon ergens weggooien. En dan kijken we nee, ik vind. Ik snap ook wel dat de teleurstelling dan dus heel groot is. Ja, als het er allemaal niet in zit. Nee. Als je het hebt over het verwachtingsmanagement, zijn er misschien slimmere tactieken toe te passen dan deze. Nou ja, goed, ja, je hoopt natuurlijk dat het goed komt. En vorig jaar de tests uh, vielen niet tegen. Dus en je verwacht natuurlijk ook als je een goed seizoen hebt gedraaid dat je op dezelfde voet door kunt gaan. Dus ik, ja. ik snap heel goed dat je op die manier naar de, naar de grid toe uh, komt. Maar goed, het is inderdaad daarna een behoorlijke leidersweg. Wat mij heel erg opvalt aan deze aflevering is niet zozeer uh, het verval. Um, wat ik heel interessant vind, is het kijkje achter de, achter de schermen. Um, ja. En daarvoor moet ik uh, Goenthe Steiner, maar ook Magnussen en Grosjean toch wel echt um, uh, credits geven voor het feit dat ze zo openhartig hebben willen zijn om dit allemaal te laten zien. Uh, nogmaals, ze dus zullen ze absoluut ook wel geld voor gekregen <laughs> hebben om mee te werken aan ja. deze serie. Maar dan nog. Uh, vergt het nogal wat om uh, ja, al je ruzies en al die conflicten uh, zo open en bloot op tafel te leggen? Ja. Ik vond mijn favoriete scènes waren eigenlijk twee: dat was de scène van Magnussen in uh, Kopenhagen, ja. waar hij met zijn uh, vriend, slash manager, slash personal begeleider, die fa family friend yeah. ja, uh, gaat zeilen, wat blijkbaar zijn, zijn hobby is. Uh, en de andere zijn was Gun Steiner, die met zijn vrouw en zijn dochter gewoon in hun huis in uh, Noord-Italië is. Ja. Um, en daar gewoon eten staat te maken met zijn vrouw. Om, om, ik, ik vind het heel mooi dat ze die mensen dus ook even buiten hun werk om laten zien. Omdat je dan ook veel meer beeld. Ja, het is. Formule 1 is ook maar een baan. Ja. Je, het is ook maar gewoon je werk waar je, waar je, waar je heen uh, moet. Ja, ja. <laughs> moet, zeg ik dan. Ja, precies. Um, maar het geeft ook wel aan dat ze. Um, ja, het wordt ook wel neergezet als... Zij, dat is voor hun echt een escape van echt gewoon... Uh, ja. een burn-out job ja, op je dat ziet, moment. Je, je ziet, je ziet Gunter Steiner je ziet echt twee Ze gaan niet met plezier zitten. naar hun werk nee, nee, zeg maar. Even eten koken en even zeilen is echt een welkome <laughs> afwisseling. Ja. Ik zie twee mensen die echt randje, kantjeboord uh, burn-out zitten. Terwijl, als je het even uh, op de keper bekeken ik bedoel, uh, Magnussen moet alle zeilen bijzetten in het kampioenschap en Gunter Steiner raakt regelmatig over de kook. Dus het zijn twee mooie beeldspraken mm. die ze daar gefilmd hebben. <laughs> nee. um, wat ik heel grappig vond is dat je 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 ziet Koen de Steiner inderdaad echt met zijn vrouw en zijn dochter dan door dat, door dat dorpje lopen in Noord-Italië... waarop zijn dochter zegt, wil jij eigenlijk al teambaas zijn? Waarop die zegt, wat moet ik dan anders doen? Dat een heel leuk antwoord. Stal het antwoord van, denk ik, elke vader als het daarover gaat. Waarop zijn dochter zegt, eitjes maken. Ja, ja dat is wel een goede, op zich een goede functie. Nou, je ziet een hele andere Koen de En uh, ik weet niet hoe jij dat uh, hebt ervaren, maar uh, inderdaad de scène dat hij aan het koken is met zijn vrouw samen. Op een gegeven moment giet hij iets af. Uh, en ik zat eigenlijk te wachten op het moment dat er iets zo verkeerd zou gaan. En dat hij heel die keuken bij elkaar zou vloeken. Maar dat gebeurde oh. dus niet. <laughs> Om aan te geven dat Gunther Steiner thuis echt een andere man is. Een andere mens is. Maar we hadden uh, het in de eerste aflevering ook al een beetje over die rare verstandhouding... die hij uh, met Romain Grosjean heeft, ja. sowieso. Mm -hmm. In deze aflevering zag je dat weer. Maar hij heeft eigenlijk precies dezelfde verstandhouding met Magnussen. Viel mij op, want daar gaat hij eigenlijk net zo uh, lomp mee op. Sterker nog, hij, ik vind eigenlijk dat hij met iedereen binnen het team een beetje zo omgaat. Want uh, iemand die ook veel in, in beeld heeft... dat is de, de race engineer. Ja. Dat is die A Ayao Komatsu, als ja, ik het goed dat uitspreek. Dat, ja, ja. Uh, die jongen is ook veel in beeld. Nou, ik kreeg op een gegeven moment echt onwijs met hem te doen. Dat ik dacht... ze hebben geen idee. En Gunther Steiner heeft ook geen idee. Wat het verhaal van deze aflevering eigenlijk is... wat jij net zegt... ze hebben alle onderdelen gekocht. Ze hebben een Lego-auto in elkaar gezet ja. in Melbourne. Ja. Daar ging hij nog best wel goed... En daarna zijn ze gaan tweaken aan die, aan die auto's. En dat doen alle teams. Dat wordt ja. ook uitgelegd in die afleverings. Van ja, daarna ga je aan allerlei boutjes en moertjes draaien. En dan wordt die auto steeds sneller. Maar wat er bij Haas gebeurt, is dat de auto niet sneller wordt. Er wordt alleen maar langzamer. Wordt steeds slechter bestuurbaar. De topsnelheid is eruit. In de bochten is het dramatisch. Hij zwabbert over alle de baan. Op, ja. ze krijgen het niet uh, op het. Nee, ze krijgen het niet aan de praten. Dus ze op, op een gegeven moment. Zie je Gun Steiner de kool maken. Weet je wat? We gaan gewoon terug naar de auto. In Melbourne. We gaan ouders AB testen. Ja. ja, en dat vond ik zo. En we kennen dit fragment, want we hebben het er in de podcast afgelopen seizoen uitgebreid over gehad. Dit is nieuws wat naar buiten lekte. Van nou ja, Basis zo het spoor kwijt. Ze gaan gewoon terug naar Melbourne. En jade. Maar in deze aflevering zie je dus dat moment ja. dat hij ook aan tafel zit. Hij zit iedereen aan te kijken. Niemand die het weet, niemand die een oplossing heeft, en dan zegt Gunther Steiner, die zegt, die slaapt met zijn vuist op tafel, die zegt, weet je wat? We gaan terug naar die auto, Eén van de twee auto's. Hij zegt, maakt mij niet uit wie van de twee coureurs daarin gaat rijden. Er ontstaat er ook nog een soort acfietje, uh, waarbij ze allebei wel heel graag in die, in die, oude, die oude auto, auto willen ja. gaan rijden. Ja. En dan zegt Gunther Steiner, die zegt, nee, laat Grosjean er maar in zitten, want uh, hij was degene die het idee uh, ja, that's 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 had. Dat is echt een engineer. Oh, die ja. zegt van laten we Romain kiezen inderdaad. En dan zeg ik goed. Oké, okay, prima. Ik ga er ja, ook okay, niet prima praten. Ja. 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 Want eigenlijk willen ze er allebei uh, in, in die oude autoplaatselen. Oh, dat is logisch natuurlijk, ja. want ze willen allemaal terug naar waar het vandaan komt. Maar ik vond het zo frappant dat je denkt: zo'n team zou toch geleid moeten worden door. Uh ja dat wordt het natuurlijk ook wel, maar de manier waarop het dan in deze aflevering een beetje wordt neergezet is alsof die mensen geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. Die nee, hebben is... een bouwpakketje gekocht, ze hebben een auto in elkaar gezet, zitten twee jongens in, nou en die en die rijden maar rond en ze zien zichzelf dus wegzakken, nou ja, wegzakken tot het niveau van Williams. Dat ze denken, nou als ze in elk geval maar daar boven blijven, want als dat niet, daar maakten ze zich op een gegeven moment ook zorgen over, vond ik wel heel schattig. Um, maar ja. Uh, dan wordt er maar besloten van: oké, okay, dan doen we dit maar. Dan ja, is het ook ziet, allemaal niet meer. Wat je heel erg ziet, is dat het team inderdaad. Uh, het, het, het zal niet zozeer een gebrek aan kennis zijn. Maar het lijkt erop alsof het een. Uh, ik, zie, ik zie eigenlijk over twee assen. Het is heel raar met een podcast uh, over Formule 1 dat, dat te bespreken. Maar je ziet op, op twee assen zie je dat het, dat het management een hele rare keus maakt. En één is de manier waarop Gunther Steiner besluit om die mensen te gaan motiveren. Dat zie je aan het begin van de aflevering al in een of andere vreemde pep talks die hij geeft. Volgens mij voor, nog voor Oostenrijk, de race die we, hè, daar heeft hij in deze uh, uh, aflevering centraal staat. Wat heel maf is overigens om mee te maken. Aflevering 2 Oostenrijk. Dat je denkt, oh, oké. Okay. We zijn even wel Ja, vol. maar dat is een sprongetje in de tijd. Ja, dan nee, dan de, de tijdlijn, weer... moeten, ja, okay. moeten we. Daar nemen ze een loopje mee in dit geval. En laten dat, 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 maar, tol, laten het we treken. niet vergeten dat deze serie wordt gemaakt om mensen enthousiast te krijgen voor ik ben Eens, helemaal met je eens. Maar we zien dus inderdaad, Koenstein daar al een hele vreemde pep talk maken... en dan op dat moment heb ik al zoiets het is vreemd... de manier waarop hij dat, dat insteekt en waarop hij mensen aanspreekt... en de toon waarmee dat gebeurt. Maar goed, je zit je ook, je weet niet wat hij daarvoor... in de maanden daarvoor allemaal geprobeerd heeft... om ze überhaupt aan de praat te krijgen met z'n allen. Het andere is, dat dan op het moment... dat er daadwerkelijk iemand in het team heeft bedacht... oké, okay, wat we nodig hebben is, een, is testdata... Dus laten we dan maar gewoon A-B gaan testen hè? met een oude auto, een nieuwe auto, en dan kijken waar het mis zit. En dan maar gewoon gaan debuggen. Als oud programmeur kan ik er altijd wel om lachen. Gewoon Arduino debuggen, daar een knopje om draaien, kijken wat er dan gebeurt. Op dat moment dat dat gebeurt, besluiten die twee malloten achter het sturen met elkaar aan de, aan de haal ja, te gaan. Ik kan me dit nog heugen. Ja. En in, in de, Engeland? De, de in Engeland. Waarbij ze dus naar uh, volgens mij 15 ronden ook die auto langs de kant kunnen zetten. En ze dus nul testdata hebben. En dat dan... was het hele verhaal. Het hele verhaal van dat weekend was terug naar die oude setup en data verzamelen. En voor knallen ze elkaar van de baan. En dit heeft gewoon de rest van het seizoen geduurd. Want ze zijn gewoon met een achterstand begonnen. Nou, mm. We hebben het over, nu hebben het over Oostenrijk en Engeland al in het seizoen. Ze hebben zo lang lopen klooien met wij. We krijgen gewoon de praat. We, gaan gewoon blijven, we blijven gewoon maar plakloos aan schroefjes draaien. En, uh, en, en, en stukjes erbij monteren. En maar uh, uh, place aanpassen. En als ze dan uiteindelijk een, een wel overwogen willen gaan maken. Dan, dan is het alweer te laat. Want dan gaan die coureurs weer lopen stuiteren. Dus het is, heel, het is vooral frustrerend om te zien dat. Zeg maar de synergie in die ploeg is verdwenen. En, en eigenlijk de uiting daarvan is aan het einde van, van bijna aan het einde van de aflevering als beide coureurs langs moeten komen bij Koenstijn. Uh, um, en hij is ook gewoon altijd zegt van joh, als je zo niet verder wil, dan ga je er gewoon weg. En dat zegt hij eigenlijk ook al tegen andere mensen om. He? Ja, als het zo niet kan, dan gaat iedereen maar gewoon weg. Ja, en op zijn beurt, ik vond het wel grappig, want dit is echt het voorbeeld van een uh, 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 hiërarchisch systeem. Zeg maar. Want Gunther Steiner die zegt dat tegen zijn mensen. En hij krijgt het weer te horen van Jean Haas, zijn baas. Ja, tijdens de lunch, uh, tijdens de lunch het wat verloos. allemaal friendly de is, behalve dat het allemaal slecht gaat. Ja. krijgt hij wel even tussen neuslippen door te horen. Dat it. elke week ja. weer een test is. En moet uitwijzen wie <laughs> er blijft en wie er gaat. Ja, laten we hopen dat je deze wel doorkomt. Ja, ja precies. Dus het is, dat is blijkbaar de. Nou, De management stelde. Dat, dat wie is de mol thema komt toch steeds vaker terug. Ja, het deze... doet ook een <laughs> beetje denk ik heb een, tij, een tijdje geleden een artikel getwitterd en het ging over burn-outs in de Formule 1. <laughs> daadwerkelijke burn-outs. Niet van van auto's. Niet nee. van de auto's, maar van mensen. Uh, omdat bij veel teams, en met name de teams waar het niet zo goed gaat, de druk gewoon er heel erg op staat. Het schijnt bij Williams ook heel erg te zijn dat mensen daar last van hebben. Uh, omdat het natuurlijk ook vreselijk demotiverend is om elke week of elke twee weken uh, daar te komen. En het levert niks op. Je Even doet slot. Voor... Ja. ja. ja en als ik dan. Um, ja, noemen noem me softie. Maar ik. Ik, ik ben wel gewend dat. Uh, nou, kijk, kijk naar het voetballen bijvoorbeeld. Soms. Ja. ja. Nou, we zien. Als wij een slechte wedstrijd hebben gezien van Ajax of het Nederlands helftal. Mm -hmm. Dan zie ik de Bondscoach niet na afloop zeggen. Nou, ze hebben gewoon. Shit gespeeld en het is waardeloos en mijn jongens zijn uh, ja die kunnen het gewoon echt niet en uh, er zit geen drive in ze willen gewoon niet. Het is dramatisch om te janken ze kunnen allemaal maar beter thuis blijven ze krijgen veel te veel geld maakt het maakt allemaal niet waar. Heb jij ooit ooit iemand zo zien leeglopen in een andere sport nee. tegen ja. zijn sporters en de mensen die het moeten doen en nee. dat is precies wat te Steijnen doet. Dat is zijn manier van management en ook die van Gene Haas en en je ziet al die copies van die mensen echt zo van ja we willen wel beter ons best doen maar ik weet het ook niet en ik zie die Steiner daar ook zo een beetje tussen laveren zo van ja ja ik weet ook niet hoe je een auto in elkaar moet zetten jullie <laughs> moeten het probleem oplossen als jullie niet harder gaan rijden zijn we allemaal onze baan kwijt ja precies het is het het als het niet zo triest was dan zou het heel hard lachen zijn ja het is, het is wel... Uh, kijk, het team is niet... Uh, het zijn geen maloten. Uh, ze zijn het jaar ervoor niet van niks zo hoog geëindigd. Maar als je ziet hoe dit dan uh, ge gebracht wordt... Dan, dan schrik je je daar natuurlijk al een beetje van. Uh, is het vooral ook heel zuur om te zien... dat de mensen die uh, in die, in die uh, pitstraat zitten... ook gewoon helemaal krankjoren worden. Zo van, ja, weet je, zelfs de pitcrew, de mensen die de, de pitstops doen... die zeggen van, ja, wat is dit jongens? Ik zou er heel wat voor over hebben... om dezezelfde aflevering ook nog van Williams uh, voorgeschoten te krijgen. Want als dit ja. bij haar... Haas is nog niet eens laatste, moet je je voorstellen hoe bij Williams eraan toe gaat. Het ja, moet nog veranderen. een tandje erger zijn dan dit. Wat ik wel een pluspuntje vond aan deze aflevering. is dat het in ieder geval duidelijk is dat. Waar ik vorig seizoen bij deze serie. een, een wat uh, frank gevoel bij had. was dat ik inderdaad het gevoel had dat Grosjean daar inderdaad bij Haas. een soort van uh, kind van de rekening was. Hè. Kevin Martensen was daar uh, de posterboy. Uh, uh, populair, uh, zoon van een oud-wereldkampioen. of een oud-coureur ook, sorry. Uh, en die werd een beetje naar voren geschoven. Mm -hmm. Mij valt op dit seizoen, uh, in ieder geval beter in beeld gebracht, denk ik. Misschien dat het, of de relatie is echt veranderd. Maar ook Evan Machtzoen krijgt gewoon die wind van voren. En is ook helemaal niet zo'n uh, zo favoriet. Uh, is niet het, het favorietje van, uh, van Steiner of van andere mensen binnen Haas. Nee, maar we kunnen wel vast wel uh, tough love, een beetje zijn, uh, zijn managementstil. <laughs> Hij neemt gewoon iedereen in zijk. Uh, Daar moet je tegen kunnen. Maar tegelijkertijd zijn er ook momenten in deze aflevering dat Romain Grosjean. De, de arm om de schouder van Steiner zien doen en samen ja. weg zien lopen. Nee, Met andere dat... woorden, dat bevestigt het beeld wat wij al hadden: dat Grosjean en uh, Gunther Steiner stiekem gewoon een hele goede relatie hebben. Wat ook logisch is dat het contract natuurlijk verlengd is. En ik denk dat dat voor Magnussen min of meer hetzelfde geldt. Ze willen het gewoon heel goed te verstoppen bij Haas. Nee, nou ja, nee, maar ik de denk dat het echt. Weg, nee, is maar het is de, de buitenkant. Het is, is, is tough love. Ja. Het is heel. Uh, Hard, dat is blijkbaar de stijl waar hij voor gekozen heeft. Uh, maar wat mij wel, wel verbaast is dat je. We weten inmiddels hoe het is afgelopen. Uh, Haas is negende geworden in het kampioenschap aan het eind van het seizoen. Het was geen goed jaar voor ze. Dus nee. het komt ook niet meer goed. Nee. We, we, we skippen niet helemaal naar het eind van het seizoen, maar het is niet. We zien nog wel trouwens even het akfietje met rich energy heel snel heel langskomen. Ik was heel benieuwd inderdaad. hoe ze dat in beeld hadden, maar De tweet komt daadwerkelijk in beeld. Ja, ja en ze hebben de, de William, uh, of uh, yeah, William Story hebben ze nog, uh, nog Ja, die even heeft er nog even kort. iets over gezegd. Maar ze houden het redelijk netjes. Ik moest wel heel erg lachen omdat Steiner het echt helemaal beu was om daar überhaupt vragen over te beantwoorden. Dat vond ik wel fijn om even te zien inderdaad. Dus dat ja, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Opzijf. Wat een nonsens verhaal. En ze hadden natuurlijk stik de balen van: want die 60 miljoen, die is nooit doorgekomen. Nee. Daar hebben ze maar een fractie van gekregen. Dus ja, dat, uh, het, zat ze, het zat ze allemaal niet mee. Nee, klopt inderdaad. Maar ja, nu, nieuw seizoen. Barcelona is er net test geweest. Ja. Haas, veel betrouwbaarheidsproblemen weer. Ja. Uh, Magnus heeft wel gezegd, de auto voelt in elk geval beter dan 2019. Wat op zich wat, Logisch wat op is, ja, het is. Nee, ja, goed, maar het ging dus alleen maar neerwaarts. Dus het is wel iets beter, maar nog steeds zit er, niet, zit er geen hoge snelheid in dat ding. Nee, um, nee, hebben we nog Dus ja, plaatsen, maar ja, ja, mijn vraag is: waarom heeft zo'n Jean Haas dan toch besloten om nog een jaar door te gaan? En gaan zij gaan zij dan dit jaar? Want nu is het nu. De verwachtingen zijn nu een stuk lager, hè? Ze zijn nu blij als ze het succes van 2018 kunnen evenaren. Ja, ja. Dus dat betekent dat ze vijfde of zesde zou dus nu heel blij mee zijn. Ze hebben de doelstelling in ieder geval ze bijgesteld. Ze hebben de doelstelling ja. in elk geval bijgesteld. Kijk, les één van verwachtingsmanagement. Dus ja. Les één van KPI's ja. is dat je ze altijd zo moet definiëren, zodat je zeker weet dat je ze haalt. <laughs> Oh, uh, under promise, over deliver. Ja, dat is het verhaal. Vandaag. Dat heeft Steiner wel geleerd. Nou ja kijk, ik denk. Uh, ik weet niet zeker. Ik zou er even in moeten duiken. Maar het zou me niet verbazen als Haas gewoon een agreement heeft met het team. Voor het, ook nog dit seizoen. Dat 2020 nog het laatste seizoen is, waarin die, die partnership er ligt. Um, uh, en voor 2021 is natuurlijk de vraag. Ja, dat, 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 ik vermoed dat hij daar ook gewoon in mee zal gaan. Er zijn heel weinig wijzigingen, want voor een aflevering waarin zulke harde woorden vallen. Uh, weet je wel, als je niet meedoet, dan, dan vlieg je eruit. Als je geen zin meer hebt om terug te komen, dan hoef je niet meer terug te komen. Elke we race is een test. En als je de test niet haalt, dan lig je eruit. Ja. Ik heb even een beetje rond zitten kijken op LinkedIn en uh, dat soort dingen, terwijl we die aflevering ze. Iedereen zit daar nog. Tuurlijk. Er is niet, uh, zelf, hè, de coureurs is bekend, uh, maar de coureurs zijn verlengd, omdat uh, Gunsteiner zei, ik wil niet weer van vooraf aan beginnen. Ik wil continuïteit in ja. het team. Dus dat is nu de strategie. We gaan gewoon met dezelfde mensen op dezelfde weg voort, in de hoop dat het uiteindelijk beter wordt. Dus ja. harde woorden, weinig daden. Weinig daden. <laughs> dat is ook wel sterk. Ja. Eén hey, dingetje wat mij nog verder opviel aan deze, want jij noemde al even de, 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 de geruchten: Jean Haas uh, stapt uit, uh, uit dit team als het zo doorgaat. Er was natuurlijk een gerucht wat dit seizoen ook rondging in de Formule 1. En um, nog even onze updates erbij gezocht net. En het valt mij wel een beetje op. Nu vallen de kwartjes een beetje op hun plek. Volgens mij is het merendeel van de geruchten die we de afgelopen uh, uh, jaargang voorbij hebben zien komen op de verschillende media. Zijn volgens mij allemaal afkomstig uit de interviews die in deze podcast, of de uh, podcast, in deze docuserie zijn gegeven. Um, in de vorige aflevering, de eerste aflevering, uh, Christian Horner, die al gewoon een boekje opendeed over de clausule in Max zijn ja. contract. Um, Dat ook hij bij de top 3 moest bij de top drie zitten. Moest Anders, was Anders was hij een free agent in de zomer. Had hij naar een ander team gemogen. Exact, die werd daar al bekendgemaakt. Uh, ook het verhaal met... Uh, God, ik, ben, ik ben hem even kwijt nu. was nog een ander gerucht dat rondging werd ook daarin uh, benoemd. Nu ook weer uh, Haas die zou, uh, zou afsturen. Oh, uh, dat was Haas dat hij zou terugtrekken uit Formule 1 eventueel. Mm -hmm. Ik heb toch het idee dat het merendeel van de geruchten zomaar is van de editingtafel van deze... Uh, Zo, uh, van van de Netflixmakers kwam. Uh, ja, af zou kunnen hebben gelekt. Maar ik weet niet zeker. Wat ik wel heel leuk vond, dat is het. Jij zei het net al, de Race van Oostenrijk zat hierin. Ja. Uh, dat was voor mij natuurlijk meteen een puntje van mijn stoel, moment, want daar waren wij bij. Ik hoop wel dat de Race van Oostenrijk nog in een latere aflevering ook weer, uh, weer, weer terugkomt. Ja. Um, maar wat heel leuk is, is dat je ziet uh, het fragment na afloop van de race, die voor Haas weer heel uh, slecht is uitgepakt. En dan zie je uh, Gunst Steiner in overleg met Grosjean. Ze staan een beetje. Na te beschouwen. En je ziet op de achtergrond zie je ook die Oranje Mensenzee. Ja, ik zag daar jou tussen staan, klopt dat? Ja, nee, ik zag oh. mezelf er niet tussen staan. Maar ik weet wel dat ik daar stond. Ja. En ik heb Gunstein en Roma Grosjean daar inderdaad rond zien lopen. Ja. Uh, teleurgesteld en nou, al een beetje met elkaar nog beppend en babbelend. Ja, precies. Over de race. Dus ik vond het heel grappig dat dat erin in zat. Dat, ja, nee, ja, dat, dat je dat, dat je, dat je denkt, ja, dat was ik, dat heb ik gezien, dat ja, dat gebeurde. En dat, dat zit dan ja. in die documentaire. Dus nou, uh, we, gaan, we gaan hem zo stilzetten, nog een keer terugspoelen. kijken of je je kunt zien. ik niet. Nee. Ja. nee. Ik zat in het eerste seizoen, zat ik wel in, hè, de Grand Prix van Frankrijk. Dat is waar, dan uit, op de ja. tribune, als je het beeld stilzet. Ook Crojean. Ja. Uh, oh, Crojean die spin daar spint. Ja, ja. Ja. ja, nou als je het beeld stil, stilzet bij de spin van Crojean. Uh, ja. Als je goed kijkt, dan uh, oh, zitten nou. wij er op de tribune. Zitten wij okay. ja. er op de tribune? Tussen honderd andere mensen. Zoeken. Where's Wally? Zoekplaatje. Ja, <laughs> <laughs> hey, laten we snel doorgaan met aflevering 3 Marjolein. Ik heb er yes. zin in om... Aflevering 3 is Dogfight. Klinkt goed. Klinkt spannend, nu wel.